Ik ben Henk Witaar. We hebben hier een melkveebedrijf in Punthorst met ongeveer 100 melkkoeien. We hebben 55 hectare land waar ongeveer 7,5 hectare mais verbouwd wordt. Nou, om te beginnen na de maisoogst, dan wordt ingezaaid met roggen als vanggewas. We doen gewoon met een vaste tandcultivator het land lostrekken. En dan met de kunstmestrooier de roggen erop zaaien en met een messeneg dan nog een keer erover. Om in te hechten. Er was één perceel, dat stond de mais van begin, met echt een oude, heel oude graszode. Die mais die heeft altijd goed gegroeid. Kijk, de andere percelen dan hier in de derde week van mei, toen hebben we heel veel regen gehad, van die dikke buiden. En toen, sommige percelen die stonden gewoon blank. Kijk, maar dat perceel met die echt heel oude zode, daar zat een goede kruimelstructuur in. En dat komt water naar beneden. En dat perceel dat is mooi doorgegroeid. En ik denk dat daar ook 55 ton per hectare mais afgekomen is. Vers product. Maar dan andere percelen die hadden gewoon minder opbrengst. Ik denk dat daar ongeveer 10 ton per hectare minder van afgekomen is. De mest die wordt er gewoon volvelds opgebracht. We hebben verder helemaal niet met strokenbemesting of zoiets gedaan. En dat is ongeveer 40 kuub, 42 kuub mest, rundveemest, drijfmest per hectare opgekomen. En ongeveer 8 ton vaste mest. Eén keer per jaar dan strooien we alle vaste mest op maisland. En op de percelen waar de rog op stond, daar hebben we nog 100 kilo kali 60 per hectare weer opgestrooid. En die kali die is opgekomen op die percelen voor... Voor het tweede jaar mais gestrooid, hè? Ja. Oké, en waarom heeft u kali gestrooid? Nou, omdat volgens de berekening, dan moet er iets kali, anders blijft de kali bemesting achter. Oké, okay. U kijkt altijd naar de analyses en bepaalt aan de hand daarvan wat u gaat doen? Ja, analyses zijn ook wel een beetje gevoelsmatig. En grondbewerking, wat hebben u gedaan dit jaar? Neem maar graslang geploeg? Ja, we doen gewoon ploegen. Gewoon vierschadige rondgaande ploeg, zonder voorpakker. We proberen begin april, de tweede week van april, te beginnen met bemesten. Eerst de drijfmest erop, de vaste stalmest erop en dan gelijk erachteraan ploegen. En dan wordt meestal, zo'n beetje de derde week van april. Want we doen alles met eigen machines. Ja, daar ligt de grond meestal na een dag of vijf of een week. Kijk, toen is die kali erop gestrooid en dan gaan we nog een keer met de messeneg eroverheen om een zaaibed te maken. Ja. Hoe vaak komt die mais perceel? Is het na zaaien, dan zeg je komt nog een aantal keer erin of laat je het maar tot ze belopen? Nee, we wouden in de gaten de beginontwikkeling en we hebben ook altijd de vaste loonwerker die gaat spuiten. Dan bel ik de loonwerker op en als die vindt als het geschikte moment is om te spuiten, dan gaat hij spuiten. En die bekijkt ook wat voor onkruiden erin zitten, waar hij mee moet spuiten. Ja, is de rassenkeuze ook iets waar je iets mee doet? Of zeg je van dat laat je aan uw leverancier over? Of ja. Heeft u er een visie over? Ja, we doen elk jaar in overleg met de loonwerker. Ook in naar, we zijn toch altijd wel razen. Die meerdere jaren op de razen deed staan. En ook vooral de fem per kilo droge stof is belangrijk. En de opbrengst ook. Ja, en we hebben nu het ras LG 30-218 gezaaid. Het is toch een ras, komt altijd met mooie cijfers op de razen deed. En die hebben we nu denk ik wel weer 3 jaar gezaaid. U had het nog even over, als ik aan het terugmaken, even naar het begin, u had het nog over bekalken. Je had er één perceel erbij, daar had u gewoon een delegatiemonster van genomen, dus alleen stikstoffosfaat bekend. Ja. Die hebt u bekalkt. De rest van het perceel, kijk je ook naar het pH, de rondmonsters, en bekalk je die dan één keer in de zoveel tijd ook, omdat je wat perceel nog wat langer mais verbouwt? Of hoe kijk je naar die onderzoeken? Ja, we bekijken naar die onderzoeken en meestal is de pH gewoon te laag. Ja. En dan... bijna elk jaar doen we zo wel een paar percelen bekalken, dat we denken, daar is de pH laag. Of ook wel, ja goed,
doe dat perceel ook maar in wat kalk op. Kijk, de meis die vraagt elk jaar gewoon wat kalk, dus komt er een keer wat op en je weet niet precies, dan ja goed, het blijft er wel. Vaak proberen we ook zeg maar 2 jaar een perceel mais te verbouwen en dan kun je weer inzaaien en andere perceel in weer scheuren. Gewoon ook op, ja, voor de structuur voor aan de grond. Wat voor een grondsoort is het hier? Ja, het is hier wel een vrij goede humusrijke zandgrond. Ja, ja. Ja. Okay. En dan heb je zo'n hele mooie uitslag, maar kun je het ook merken aan de koeien? Ja, dat is ook een beetje moeilijk te zeggen. Ja. Kijk, het rantsoen bestaat niet alleen uit, uit mais. Kijk, we voeren nu ongeveer 12 kilo mais per koe per dag product. Vers. Ja. In de zomer voeren we meestal 15 kilo. Maar we hebben nu zijn we 3 kilo mais. Weer nog meer een beetje vervangen door krap 5 kilo perspulp per koe per dag. Omdat de mais iets minder opbrengst had, hebben we wat perspulp bij gekocht. Ja, okay. Ja. En ja, hoe kijken jullie toe naar bladziekte in mais? Ja, de bladvlekkenziekte is ook een belangrijke keuze met de rassenkeuze. Die moet gewoon een goed cijfer hebben. Ja. Maar heeft u zelf last gehad van bladvlekkenziekte? Nee. Nou, voor een paar jaar terug hebben we wel last van gehad. Maar toen waren er heel veel percelen, ja, die ging het blad gewoon helemaal dood. En ja, dan stopt de groei. En dan moet je ook niet te lang wachten met oogsten, want dan wordt die mais gewoon vies. Die begint gewoon te stinken. Ja. Nou, er werd toen ook wel gezegd, als je na de mais oogst, dat moet dan kunnen, als je dan dat land gaat ploegen, echt de stoppel onderploegen, Dat zou ook echt van invloed kunnen zijn op bestrijden van de bladvlekkenziekte. Wat een keer in voorgekomen is, of zeker 2 keer, dan gewoon proberen een ander perceel mais te gaan verbouwen. Ja, precies. Ja. En u zei net ook al van ploegen, u denkt ook meer in dat soort maatregelen dan in directe spuiten, ja, zeg maar. Ja, ja. Okay. Jullie hebben 2020 als een evenmissing gebruikt. Ja. Ik neem aan dat jullie meedoen aan derogatie. Ja. Hoe zie je dat volgend jaar? Hebben we er wat over nagedacht of hoe je dat gaat doen? Of denk je van, nou, dan moeten we gewoon helemaal zonder? Of? Nee, daar hebben we nog geen overleg over gehad. Okay. Nee. En wat is voor u het moment dat u gaat oogsten? Nou, we gaan naar de mais en dan plukken we kolgen eruit. Die breken we door midden. En de korrel in met mesje zijn we doorsneden. Kijk, de korrel moet er net het vocht uit zijn. Moet ook niet te hard worden. Mm-hmm. En dan bellen met de loonwerker. Kijk, zo is dat soms best wel. En als je dan echt je mooie nazomerweer, ja, dan kan de droge stofgehalte per dag kan best heel snel oplopen. En nog even iets over de kuil zelf. Hoe doet u dat? Aanrijden, loonwerker, staat u erbij of niet? Of kunt u daar iets over zeggen? Nou, als die morgen komt, dan zijn we er even waar de kuil moet komen. We proberen gewoon het hele erf goed aan te vegen, dat er geen verontreiniging in de kuil komt. En dan, die jongens die doen elk jaar bij ons en die doen het gewoon altijd goed. En over het inkuilen heen, kijk, ze hebben van die veenhuizen silagewagens. Silagen zijn echt mooi lang. Kijk, niet op één dikke hoop. En goed, in laagjes. Ja. Ze hebben een Almanshovel met zo'n zwenklader. En dan hebben ze nog een soort schraper in de bak, die kunnen ze uitklappen. Dan kunnen ze de zijkanten altijd mooi omhoog schrapen. Dat er, die maken gewoon een nette kuil. Okay. En we doen ook dezelfde dag plastic erover. En zand komt dezelfde dag op. En dat is eigenlijk gewoon secuur netjes werken. En gewoon zo snel mogelijk luchtdicht afdichten. Krimpfolie eronder of? Nee. Nee. Ik bedoel gewoon lamboplastic, ja. En nog een laag oud plastic van voorgaande jaren erover voor iets extra bescherming. Komt er een zanddek over, plus later nog een beschermzeil voor als het een keer veel gaat regenen en gaat die schuine kant, dan spoelt zand makkelijk af. Okay. Gewoon voor bescherming voor de vogels doen we nog een beschermzeil over het zand heen. En de hakselhoogte, de haksellengte? Nou, dat weet ik niet precies. Dat, Maar is het normaal of zeg je het haksel bewust wat hoger? Of, nee. Nee, gewoon gemiddeld zoals die machine afgesteld is.